slapen in het stadhuis. Ambtenaren en burgers. Ja, ambtenaren zijn ook burgers. Ja, dit is Mariette. En Mariette is ambtenaar. Dit is Adelheid. En Adelheid is bewoner van deze stad en een burger. En we zijn klaar voor de grote ontmoeting. Van 6 op 7 juli slapen op het stadhuis. Is dat helder? Keihelder. Wie, wat, waar, waarom en hoe. Wie? 100 bewoners van de stad en 100 ambtenaren. Uit alle 7 stadsdelen. Noord, Oost, Zuidoost, Zuid, West, Nieuw-West, Centrum. Yes. Iedereen is welkom. Alle leeftijden, alle religies. Atheïsten, toeristen? Nee, we zijn geen Airbnb. Nee, stad. Oh. Wat gaan we doen? Oh ja, wat? Laat je functie thuis, hef de scheiding op tussen de ambtenaar en de burger voor 1 groot doorlopend gesprek. Waarom? Omdat ik jou als ambtenaar opnieuw wil ontmoeten. Niet alsof je een loket bent, niet alsof je een keuzemenu op een telefoon bent, weet je wel. Maar jou ook zien als jij bent ook een vrouw, je bent een moeder, je bent een buurvrouw van iemand. Ik wil jou ook gewoon in de ogen zien. Je niet als een formulier of een subsidieaanvraag of een klacht. Ja, ja precies. Ik ben een klacht. Dat geldt ook. Voor u en voor jou, zonder plichtpleging, geen dienstverlening. Waar wil jij als bewoner van deze stad of jij als ambtenaar zij aan zij slapen op het stadhuis van 6 op 7 juli? We maken er een buurthuis van het stadhuis, precies zoals onze burgemeester het graag ziet. Ja! Ik ben jou, weest u mij. Dus breek door het loket heen en mail naar onderstaand adres. Wat nemen we mee? Yeah!